Goedemorgen iedereen. Van harte welkom bij de Kinderuniversiteit van Tilburg University. Hebben jullie er een beetje zin in? Nou, ik vond dat niet zo. Volgens mij vonden wij dat niet zo overtuigend. Hebben jullie er een beetje zin in? Heel goed, dat lijkt er meer op. Nou, voor vandaag zijn jullie voor 1 uur echte studenten aan de universiteit. En het thema van vandaag is breingeheimen. We gaan het dus hebben over de hersenen. En voor dit onderwerp hebben wij vandaag niet 1, maar 2 sprekers. En we hebben professor Yvonne Bremer. En Yvonne doet onderzoek naar de ontwikkeling van de hersenen hier aan de universiteit. En daarnaast hebben wij hersendokter Ties van Asseldonk van het Elisabeth II Zeden Ziekenhuis. En Ties die werkt of die behandelt patiënten met een ziekte in de hersenen. Als jullie een vraag hebben tussendoor, zou ik jullie willen vragen om die te bewaren tot het vragenrondje. En voordat wij Yvonne gaan aankondigen, gaan we even kijken hoe goed jullie hersenen werken. Als het goed is, hebben jullie allemaal een groene en een rode kaart. Ja. Heel goed. Ja. Oké. Als ik zeg groen, doen jullie de groene kaart omhoog. En bij rood, dan doen jullie de rode kaart omhoog. Ja? Oké. Groen. Rood. Groen. Groen. Oeh. Rood. Groen. Rood. Groen. Nou, heel goed. Oké, jongens en meisjes, mag ik een heel hard applaus voor professor Yvonne Bremer. Hey, hallo, kan je mij horen? Hey, goedemorgen allemaal. Nu kunnen we even de kaartjes gebruiken. Kan je mij goed horen? Dan doe maar de groene kaart hoog. Kan je mij goed horen? Supergoed. Oké. Hey, welkom. Ik vind het heel mooi dat jullie hier zijn vandaag. En ik ga me even voorstellen. Mijn naam is Yvonne Bremer en ik ben een professor hier op de universiteit. En wat je hier kan zien is mijn gezin. Ik heb 3 kinderen. Eentje van die zit hier ook in het publiek met haar klas vandaag. Vind ik heel blij dat jullie hier zijn. En wat je kan zien, ik houd echt van reizen en ik houd van kunst. En ik hou ook voor mijn werk. En daar ga ik vandaag over praten. En als je mij nu hoort praten, dan merk je wel, dat is toch een beetje, die praat toch een beetje op een andere manier. Ik kan die niet zo super goed verstaan. Ja, dat hoor je ook. En dat komt daarom dat ik in Duitsland ben geboren. En ik heb heel lang in Zweden gewoond. En ik ben nu pas 4 jaar hier in Nederland. En je hoort, ik moet echt de Nederlandse taal nog echt goed oefenen. Maar mijn kinderen, die praten veel beter Nederlands dan ik. Dat is toch gek? Wij zijn dezelfde tijd hier. Waarom praten die beter dan ik? En dat gaan we vandaag een beetje over hebben. Dat is het onderwerp waar we vandaag over praten. Waarom kunnen kinderen beter en sneller leren dan volwassenen? En wat gebeurt er in de hersenen als we iets leren en als we ouder worden? En ik ga even beginnen. Ik heb een vraag aan jou. Ga maar even de kaartjes pakken. Ken ik, als je zegt ja, dan is het de groene kaart. Als je zegt nee, dan is het de rode kaart. Oké, en mijn vraag aan jou is, ken je dit spel hier? Ken je dat spel? Memory. Ja, kennen jullie al. En heb je dat al 1 keer gespeeld? Ja, oké. Doe maar de kaartjes naar beneden. Oké. En nu mijn vraag aan jou. Als je nu gaat spelen met jouw zusjes of broertjes, met kleinere kinderen, of met jouw vriendjes, wie gaat dan winnen? Groen, ik ga winnen. Rood, die anderen gaan winnen. Zo, of allebei. Of allebei. Oké. Super. Oké. Doe maar die kaartjes naar beneden. Oké. Ik heb nog een andere vraag. Doe maar kaartjes naar beneden. Ik zag nu dat was echt een beetje een mix van rood en groen. Oké, nu heb ik de tweede vraag aan jou. En dat is, bedenk nu, jij gaat spelen met oma en opa. Wie gaat dan winnen? Groen ben jij, rood oma en opa. Oké.
Oké, prima. Prima. Supergoed gedaan. Oké. Ik zie nu ook al een paar rode kaarten bij jullie, maar meestal zie ik groen. Zo, een paar oma's en opa's hier zijn niet hier in de zaal, maar sommige oma's en opa's die zijn heel goed, ziet het uit. Maar ik zie nu echt meer groene kaartjes. Dat betekent, jullie zijn beter dan oma en opa in het spel. Ja, en wat moet je doen bij het spel hier? In de memory, daar moet je echt veel dingen onthouden. Je bent op zoek naar twee plekjes die hetzelfde zijn en je moet weten waar die liggen en zo. Dan moet je echt veel onthouden. En het lijkt een beetje dat kinderen daar beter in zijn dan oudere mensen. En hoe kan dat? En dat vraag ik mij af in mijn onderzoek. Hoe kan dat? Ja, jij hebt al ideeën. Ik laat jou even weten hoe ik het onderzoekte. Oh, dat laat ik jou nog niet zien. Wij hebben niet de memory speel. De memory speel, ja, daar heb je ook een beetje, daar moet je ook een beetje geluk hebben om daar te winnen. Hè? Dat is allebei. Je moet dingen onthouden, maar je moet ook een beetje geluk hebben. Maar dat, zo kan ik niet onderzoek doen met geluk daarin. Ik moet het een beetje beter onderzoeken. En dat in een van mijn onderzoeken, daar hebben we het op een andere manier. Die vraag was, kunnen kinderen beter dingen onthouden en kunnen ze beter leren dan volwassenen? En dat hebben we gedaan niet met een memory, maar met woordlijstjes. En dat is net zo als jullie een nieuwe taal gaat leren. Dan heb je ook woordpaardjes met Engels. Als je probeert Engels te leren, moet je ook twee woorden samen onthouden. En dat hebben we hier gedaan. Ik laat jou even drie zien. Tafel en peer, hond, auto, hamster, kroon. En die laat ik jonge kinderen, jonge volwassenen en oude volwassenen hebben we die laten zien. En dan was die vraag, ga die maar echt onthouden. En daarna laten we alleen eentje van die woordparen zien. En jij moet met het tweede woord, wat is het tweede woord? Weet je nog wat het was bij hond? Zeg maar auto. Auto, oké. Okay. En wat was bij hamster? Kroon, ja, klopt. En wat was bij tafel? Je ziet, jullie zijn heel goed daarin. Maar wij hebben niet alleen, dat was nu alleen drie woordpaardjes, maar wij hebben de list heel lang gemaakt. Heel lang. Bijna 100 woorden. En dan wordt die taak echt een beetje moeilijk. Maar dat hebben we gedaan. En kijk, en dan hebben we dat, als ik zeg, met kinderen, jongen en oude volwassenen gedaan. Kijk wat we daar gevonden hebben. Wat we zien is dat oma's en opa's, kinderen 19 jaar, en kinderen 11, 12 jaar, die zijn best wel op het lijk. En jonge volwassenen, die zijn beter. Waarom zijn oma en opa nu net als zo goed als jonge kinderen? Dat klopt toch niet? En waarom zijn die jonge volwassenen nu beter? Is toch ook een beetje gek? En dan dacht ik, kan het misschien zijn dat die jonge volwassenen een trucje hebben? Die hebben een betere trucje om dingen te onthouden. Maar dat is toch oneerlijk? Als we dan kinderen en oude volwassenen en met jongen vergelijken, als die een andere trucje nemen om dingen te onthouden, dan dacht ik, we gaan iedereen dezelfde geheugentrucje bijbrengen, leren. En dat hebben we hier gedaan. En ik laat jou even zien wat dat voor een trucje is. Die gaat heel goed werken. Dan moet je, en kinderen zijn heel goed daarin, je moet grappige en gekke plaatjes maken van die woordparen. Ga maar kijken. Nu zie je de twee, je moet een oké, dat is nog niet gek, ne? En dat is ook niet grappig. Maar je ziet wel een tafel en je ziet de peer. En wat doen we nu daarmee? Als we iets grappig van willen maken, kijk hier. Ah, denk de peer is heel groot en het ligt op een heel kleine tafel en dan gaat hij nog heen en her en dan gaat het kapot. En dan doe je een foto van maken. En dan heb je een beeld. Wat kunnen we nu met de hond doen? De hond en de auto. Kijk. Kunnen we de hond wel auto rijden lassen of niet? En dan doen we een foto. En wat doen we met de hamster? Ja, die zetten we wel een kroontje op. En dan doen we een foto van maken. En daar weten we, hey, met die plaatjes, met bijzondere plaatjes, daar werkt onze hersenen echt supergoed. En dan, als je nu probeert, als ik nou jou één woordje laat zien, en dan moet je niet meer bedenken, wat was de tweede woord? Maar nu bedenk je, wat was de plaatje die gemaakt heeft? En dan gaat het veel beter daar terug te komen wat het tweede woord was. En als we dat nu één keer, een beetje som wat wij nu gedaan hebben, als ik dat nou
kinderen, jonge en oudere volwassenen laat zien, wat gebeurt dan als ik dan nog een test doe? Kijk wat gebeurt. Hè? Nu die oude volwassenen die zijn nu net als zo goed als kinderen die 11 en 12 zijn. Maar kijk, die 9 en 10-jarigen hier met de, die hier zijn, ja, die zijn minder goed. Maar dat klopt toch nu helemaal niet. Dat is toch niet wat jij voelt als je dan met oma en opa gaat spelen. En dan was we over het nadenken, ja, hoe kan dat? En dan dachten we, hey, we laten kinderen gewoon trainen. Als je naar het voetbal gaat, als je naar het hockey gaat, dan ga je er ook trainen. Trainen te schieten en die dingen. En dat hebben we hier ook gedaan. Trainen, grappige plaatjes te maken. Leuke afbeeldingen te maken van woordparen. En nou moet je echt kijken. Kijk wat gebeurt als je iedereen, niet alleen kinderen, als je iedereen laat trainen. Wow! Kijk! Die oude volwassenen, oma en opa, ja, die worden een beetje beter. Maar kijk, kijk hier wat met kinderen gebeurt. Die hebben zoveel, en wij noemen het plasticiteit. Die kunnen zoveel meer van de training profiteren. Die worden steeds beter en beter. Ja, die jongen die zijn nog het beste hier. Oké, maar kinderen kunnen veel meer van de training profiteren. Die kunnen veel meer onthouden. Die kunnen veel meer leren dan oude mensen. En wat ik nu heel spannend vind is, waarom is dat zo? En al het wat we doen, dat heeft een basis in de hersenen. Zullen we even in de hersenen kijken, bekijken wat de hersenen is en hoe het werkt. En wat met de hersenen gebeurt als we ouder worden en als we iets leren. Dat is die idee. Zullen we even naar kijken? Oké. Kijk, dat is de hersenen. Dat is een afbeeld van de hersenen. Hier is voren. Hier zitten jullie ogen, als je bedenkt. De hersenen die zitten in jouw schedel. Ga maar even een beetje kloppen, niet te hard. En voel je dat? Dat zijn die ligt onder de botten, de schedelbotten, ligt jouw hersenen. En dat zijn die, wij hebben heel veel botten in het lichaam. En dat zijn die hardste botten in het hele lichaam, zijn die van de schedel. En daar beneden ligt hier de hersenen. Hier zijn die ogen, hier is boven, hier is de achter en hier is beneden. Zo ziet het eruit. En de hersenen is een orgaan. Hey, wat is een orgaan? Een orgaan is een deel van het lichaam die een speciale, specifieke functie heeft, een specifieke taak. Weet je wat die taak of die functie van de longen is? Heb je een idee? Wat doen die, zeg maar, één zegt het hier. Ademen halen, precies. En wat is die functie van de hart? Zeg maar. Ja, die gaat het bloed pompen. En nu even nadenken, wat is die functie van de hersenen? Ga maar even roepen wat jij daarmee opkomt. Bewegen. Wow. Oké, wow. Ik hoor het al. Ja, jullie hebben zoveel ideeën. Kijk maar even of dat wat je hier nu gezegd heeft, het was zoveel en zoveel door elkaar. Kijk maar, precies wat jij zegt, dat stemt. Die taken van de hersenen, dat is niet alleen één functie. De hersenen is belangrijk voor denken, zien, horen, proeven, ruiken, voelen, onthouden, rekenen, lezen, schrijven, schilderen, bewegen, coördineren. Emoties, als je blij bent, als je aaien bent, controleren en controleren van andere organen. Hey, de hersenen, dat is echt een super orgaan die we hebben. Het beste wat we hebben en daarom vind ik het heel spannend. Oké, gaan we even kijken hoe werkt die nu? Aha, ziet mooi uit of een beetje, weet niet of het super mooi is, zo ziet hij eruit. Maar uit wat bestaat die nu? Kijk, de hersenen bestaat uit 86 miljard zenuwcellen. Dat zijn bijna net als zoveel sterren in de Melkweg. Zeg je dat zo, Melkweg? Ja, dankjewel. Prima. Ik ga het niet nog een keer zeggen, dan gaat het echt fout. Maar dat zijn echt best wel veel cellen die we in de hersenen hebben. En hier zie je één beeld van zo'n zenuwcel.
En hier kan je wel zien dat hier is de kern die in zo'n celje zit. En dan heeft die heel veel verbindingen naar andere cellen. En hoe werkt de hersenen? Die werkt met elektriciteit. Ja, precies. En het is diezelfde elektriciteit die de computer nodig heeft. Maar veel, veel minder. Maar wat je hier kan zien, hier met de gele puntjes, dat zal zo'n beetje een symbool zijn hoe die elektrische signalen doorlopen door deze verbindingen. Oké, en wat gebeurt nu? En wat dan gebeurt, die zitten nu, al die cellen zitten samen, die zijn nu verbonden met elkaar. En dan komt zo'n grote netwerk eruit. Een grote netwerk en die zijn al met elkaar verbonden. Zo ziet het een beetje uit en zo gaan echt die informaties door elkaar. En wat gebeurt nu als we iets leren in zo'n netwerk? Dan gaan die verbindingen die we aanwenden, die we gebruiken, die worden sterker. En hier, dat is een beeld van mijn dochter die hier zit. Die zegt, mama, is dat niet bijna zo dat we een paard door de bos hebben? Ja, en dat vind ik wel. Als je, denk jij, de bos, jij heeft al die verbindingen, je hebt de totale chaos. Maar als je dan één weg gaat, één pad loopt, dan wordt het ook sneller. Dan kan je heel veel sneller lopen dan als je daar door die bomen moet klimmen. Oké, als je één verbinding, als je iets gaat leren, dan worden die verbindingen die je heeft, die worden sterker. Dat is eentje. Wat gebeurt er nog? En dan heb je niet alleen één paadje, maar je gaat nieuwe verbindingen leggen. Dat is de tweede. En de derde is hier, kijk wat we hebben. Je gaat nieuwe verbindingspunten creëren. En wij noemen die synapsen. Dat is een beetje zo die verbindingen tussen verschillende nervencellen. Daarvan krijg je ook meer. Zo drie dingen die gebeuren als we iets leren. Die verbindingen die we gebruiken worden beter. En dan kunnen we echt veel sneller informaties doorgeven. We gaan nieuwe verbindingen maken. En nieuwe verbindingspunten. Dat gebeurt daar. Oké. Maar hoe weten we nu welke deel van de hersenen wat doet? Misschien moeten we het opsnijden. We hebben een dokter hier, die kan het wel opsnijden, of? Thies, kan je dat? Leeft. Ja, klopt. Ja, maar we willen ja dat jij nog leven gaat leven. Ja? Wij hebben andere methoden. Kijk, wij kunnen alleen een kapje opzetten. En wat we met die kapje kunnen doen, daar zitten zo kleine punten in. En dan kunnen we meten, kunnen we de stroom meten die in jouw hersenen lang loopt. En dat zie je hier met die lijntjes. En als die groter zijn, dat betekent daar in die deel van de hersenen, daar is echt heel veel stroom. Dus we kunnen de stroom meten. En als we dat doen, als je rustig bent en we vergelijken dat, als je probeert iets te onthouden, dan weten we welke deel heel hard aan het werken is. Goed idee, hè? Maar we kunnen ook nog een ander ding doen. We kunnen ook foto's maken van de hersenen. En daar moeten we niet voor de schedel moeten we niet opsnijden. Iedereen kunnen we in zo'n machine in laten gaan. Dat doet geen pijn. Jij liegt, je moet gewoon echt rustig gaan liegen. En dan kunnen we foto's van de hersenen maken. En hier, kan je het zien? Hier zijn die ogen. Hier is de schedel, de botten. Hier zijn die ogen en hier zie je de hersenen. Hier is het van de zijkant. Hier zie je het van voren. En hier hebben we foto's gemaakt van boven naar beneden. Is dat niet leuk? Zo kunnen we foto's maken en dan kunnen we zien welke deel is nu echt groot, groter dan bij anderen. We kunnen ook zien welke deel is echt hard aan het werken als je probeert iets te onthouden. En we kunnen zien, is er een verschil als kinderen proberen iets te onthouden of oude mensen? Kunnen we alles hierin zien. Oké, maar nu, ik ben bijna klaar. Die vraag was toch, wat is het verschil tussen kinderen en volwassenen? Heb je nog geen antwoord voor gegeven, hè? Dat doe ik nu. Als kinderen geboren worden, dan hebben jullie bijna alle zenuwcellen, die zijn al daar. 86 miljard zenuwcellen bij zo'n klein kindje, die zijn daar. Maar wat nog niet daar is, je hebt alleen een paar, kinderen hebben bij de geboorte alleen een paar verbindingen en synapsen, die verbindingspunten. Daarvan hebben ze nog niet heel veel. Maar dan, als ze 2-3 jaar oud worden, dan komt zo'n type van explosie. Dat is echt een explosie. Weet je, als je geboren wordt, dan heb je
per zenuwcel heb je zeg maar 2500 verbindingen. Dat zijn net alsof je mensen als in het trappers, in de trappenarena kunnen zitten en kijken. Maar als je dan 2-3 jaar oud bent, dan zitten er niet alleen 2500 verbindingen, maar er zitten 15.000. Dat zijn zoveel mensen, net als in de Willem II-stadium kunnen zitten. Wow, dat zijn al die verbindingen. En dat is, ik laat jou even zien, dat is nu het netwerk van een 7-jaring. Kijk maar, dat is echt heel veel meer zwart. Dat betekent dat zijn heel veel meer verbindingen. En dat zijn dubbel zoveel verbindingen als volwassenen hebben. Kinderen hebben veel meer verbindingen dan oudere mensen. En dat is het waarom kinderen beter kunnen leren. Als jij probeert iets te leren, en dat hebben we gezegd, dan worden die verbindingen die je gebruikt, worden sterker. Maar jij moet die verbindingen niet genereren. Jij moet die niet nieuw maken. Die zijn er al. Je moet ze alleen gebruiken. En daarom gaat het sneller en beter voor kinderen iets nieuws te leren. En alles wat je niet gebruikt, ja, dat wordt weggeknipt. Die verbindingen die je niet gaat gebruiken, die worden steeds minder en minder en dan zijn ze weg. En kijk nu, hier is het netwerk van een 15 jaar oud. En je ziet, ja, dat is best wel nog iets, ne? En een heel groot netwerk, maar toch minder dan bij de 7 jaar kind. En dat betekent alles wat je niet gaat aanwenden, dat gaat weg. En daarom is het voor mij ook makkelijker Nederlands te leren. Daarom, mijn paardje door de bos, dat is echt een Duitse paardje. En een beetje Engels en een beetje Zweeds. Maar als ik nu een nieuwe taal wil leren, ja, ik heb niet meer alle verbindingen. Die zijn afgeknipt. Ik moet die opnieuw zetten. En ja, dat betekent, ik kan wel leren, maar dat duurt meer tijd en meer moeite voor mij. Maar die kinderen, jullie allemaal, jullie kunnen echt heel veel leren, daarom dat die verbindingen al bestaan. Je moet ze alleen gebruiken. En daarom gaat het sneller en beter voor jou. Oké, ga ik even samenvatting doen. Wat ik jou heeft nu even verteld is dat mensen kunnen hun hele leven lang nieuwe dingen leren. Kinderen leren sneller en beter dan oudere volwassenen. Dus ze hebben meer, we noemen het plasticiteit. Kinderen hebben meer zenuwcellen en verbindingen dan volwassenen. En kinderen kunnen door deze verbindingen sneller leren dan volwassenen. Dus ze hebben meer hersenen en plasticiteit. En zoals het één zaak is die ik wil jou meegeven, is echt die kindheid, dat is die beste tijd om nieuwe dingen te leren. Zo doe maar. Het is echt een goed idee kinderen naar school te sturen om nieuwe dingen te leren. Dat is die beste tijd daarvoor. En als je nu vragen heeft of zo, dat denk ik dat we daar ook een beetje tijd voor hebben. Maar eerst ga ik nu over naar Thies. En Thies is een neuroloog, hij is een hersenendokter. En ga je nu iets vertellen over wat gebeurt in de hersenen als iets misgaat? Of niet, Thies? Ja. Oké. Dankjewel, professor Yvonne. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Thies. En ik mag hier zijn met jullie omdat ik een hersendokter ben. En hersenen, een ander woord daarvoor is brein. Hè? Dus hersenen en brein, dat is gewoon hetzelfde. En vandaag gaat het over breingeheimen. En nu weet ik wel een paar geheimpjes, maar ik ben heel blij dat Theo er ook is. Want Theo, mogen jullie weer klappen? Theo die heeft een ziekte van de hersenen en daarom kennen wij elkaar. En als je een ziekte hebt van de hersenen, dan gaan sommige dingen die gaan minder goed. En dat snap je, want dat heeft Yvonne eigenlijk al een beetje uitgelegd. Dat alles wat je doet, heb je je hersenen voor nodig. Dus als ze ziek zijn, kunnen er dingen minder goed gaan. Maar Theo heeft ook een heel groot geheim, een breingeheim, waardoor hij ervoor zorgt dat hij daar veel minder last van heeft. En dat gaat hij straks onthullen. Ja. Maar eerst ga ik even een paar dingen uitleggen. Maar wat ik wel heel graag wil weten, is hoe goed jullie omgaan met geheimen. Pakken we even de kaartjes erbij. Ja? Wie vertelt er nooit een geheim door? Groen. En wie vertelt er soms wel een geheimpje door? Rood. Nou, kom maar. Ja?
Ja, ik zie het al. Oké. Mag weer naar beneden. Ja. Ja. En weer stil allemaal. Ik heb het al gezien. Sommige geheimen moet je natuurlijk bewaren. Maar de geheimen die we vandaag met jullie delen, die mogen jullie gewoon doorvertellen. Want wij zijn eigenlijk ook heel blij dat we die geheimen kunnen verklappen. Helemaal aan zulke jonge, slimme mensen zoals jullie. Dus alle geheimpjes van vandaag, vertel ze gewoon door. Afgesproken? Goed zo. Oké, we gaan verder. Want ik mocht ook nog een foto... Ho, ik moet terug. Zo, een foto meenemen van mijn familie. En daar heb ik een vraag over, dus daar moet je goed opletten. Kijk, wij waren deze zomer met z'n vieren op vakantie en dan gingen we elke dag surfen. Ja? En we kregen les. Elke dag kregen we allemaal even lang les. Aan het begin van de vakantie kon niemand het. En aan het einde van de vakantie konden we het allemaal. Maar mijn vrouw en ik, wij zijn allebei 48. En we hebben een dochter van 17 en een zoon van 15. En nu is de vraag... Wie kon er nou aan het einde van die 2 weken het beste surfen? Waren dat de kinderen of waren dat de ouders, zoals ik? Nou zeg, wel weinig vertrouwen. Maar jullie hebben wel gelijk, jongens, want jullie hebben net goed opgelet bij professor Yvonne. De kinderen leren veel sneller. En de oude mensen, zoals ik, die leren nog wel, maar niet meer zo snel. Ja? Dus jullie zijn gewoon bofkonten. Nou, heb ik nog een foto van mezelf meegenomen. Dat is Sam. Ja, Sam die ziet er niet alleen lief uit. Sam is ook heel lief. En ik heb ook nog een vraag over Sam zo meteen. Zijn er hier nog meer mensen met een hond? Ja, heel veel zelfs. Ah, dat wordt een makkie voor jullie dan. Nou, goed opletten. Goed opletten. Eerst even nog over de hersenen, over het brein. Hè. In de hersenen is het zo dat... zo zien ze eruit, had je net al gezien. Hè? In de hersenen is het zo, die kunnen heel veel, maar al die functies, dus kijken, ruiken, horen, noem het maar op, die hebben allemaal een eigen plekje. Ja? En dat is eigenlijk net als in een huis. In een huis heb je verschillende kamers. Je hebt de keuken, daar kun je eten en koken. Hè? Maar je hebt ook andere kamers, zoals je slaapkamer, daar kun je slapen. Of daar doen jullie misschien nog andere dingen, zoals leren voor school. Huiswerk maken, heel veel huiswerk maken. Dat is allemaal hè, in verschillende kamers, hebben verschillende functies. Ja? Maar als je dan kijkt in zo'n kamer, dan zit daar ook nog van alles in. Net als in de hersenen. Als je dieper in die hersenen kijkt, dan zit daar van alles in. En in een kamer is dat ook zo. Bijvoorbeeld een lamp. Een lamp met een knopje. En als je erop drukt, gaat er een stroompje door het draadje. Dan gaat dat lampje aan. Ja? Nou, hoe zit het nou bij de hersenen? Dus de hersenen... Die hebben ook verschillende plekken met verschillende functies. Praten, kijken, noem maar op. En als je nou één zo'n stukje neemt, bijvoorbeeld het stukje van het bewegen, en je zou dat activeren, aanzetten, omdat je denkt, ik moet iets pakken, hè? Nou, dan gaat de spier dus bewegen en dan kun jij iets doen. En dat doe je door dat stukje van die hersenen te gebruiken. Ja? Maar als je dat heel vaak doet, dan wordt dat stuk van de hersenen steeds actiever. Ja? Dan wordt dat als het ware steeds, nou ja, groter zo gezegd. En dan komt de vraag. Stel je nou eens voor, je kijkt naar het stukje van de hersenen wat je gebruikt om te ruiken. Bij wie is dat nou actiever? Bij jullie, dus dat is groen. Of bij Sam, die hond van mij die jullie toen straks gezien hebben. Wie is nou het meest actief met ruiken? Sammy, natuurlijk. Ja, heel goed. Ja. Dus, honden gebruiken die neus heel veel. Die is superbelangrijk. Dus als je kijkt in de hersenen, dan is het gebied van het ruiken ook heel erg actief. Ja? Dus als je iets vaak doet, dan wordt dat stuk in de hersenen wat je daarvoor gebruikt heel actief. Hartstikke goed. Nou, en als je dan in die hersenen kijkt, dan zijn er allemaal celletjes met verbindingen. Dus eigenlijk draadjes... Net als bij de lamp, heeft Yvonne laten zien. En daar heb je er een heleboel van. Ja? Nou, hoe werken die draadjes nou? Die draadjes werken eigenlijk net als met een
elektriciteitsdraadje. Dus als jij het knopje omzet om het te gebruiken, dan gaat er een stroompje doorheen en dan gaat het lampje aan. Ja? En zo is het dus ook als jij iets wil doen met je hersenen, dan gaat er een stroompje lopen, bijvoorbeeld van je hersenen helemaal naar je spier toe en dan gaat die spier bewegen. Ja? Dan kun je iets doen en dat is omdat jij in je hersenen het knopje omgezet hebt. Dus een van de geheimen, en die had Yvonne al een beetje onthuld, is dat die hersenen die kunnen zich aanpassen. Ja? En je kunt ze ook trainen. Dus als je iets veel doet, word je er steeds beter in. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Want als jij ergens goed in wil worden, dan kun je het gewoon heel vaak doen. En dan word je er hartstikke goed in. Ja? Voetbal, viool spelen, wat jullie maar leuk vinden. Je kunt het allemaal trainen. Nou, hoe werkt dat nou, dat trainen? Stel je eens voor, als je iets gewoon kunt, ja, bijvoorbeeld die spier bewegen, om maar een voorbeeld te noemen. Dan heb je dus een knopje om hem aan te zetten en dan doet hij het. Maar stel je eens voor dat je bepaalde dingen heel veel gaat doen. Bijvoorbeeld heel veel viool spelen. Dan ga je steeds meer draadjes gebruiken in je hersenen om die viool beter te controleren. Dus, vergeleken met het lampje, is het alsof er veel meer draadjes naar die lamp toe lopen. En wat gebeurt er? Als er veel meer stroom naar die lamp gaat, wat gebeurt er dan met het licht? Ja, wordt het licht feller. Heel goed, jongens. Het wordt steeds feller. Ja, dus als je het traint, word je er steeds beter in. Alles wat je oefent, daar word je beter in. En zo heb je eigenlijk in de loop van je leven, heb je alles geleerd wat je nu kunt. Want toen je een baby was, ja, toen kon je het allemaal nog niet. Maar toen je ouder werd, kreeg je meer verbindingen. Meer van die draadjes, heeft Yvonne laten zien. Dus alles wat je doet, 's ochtends aankleden. Daarna boterham smeren en eten. Boterham smeren doen jullie zelf, toch? Ja. Kijk. Goed zo. Maar toen je klein was, toen kon je dat nog niet zelf. En hetzelfde geldt met bewegen. Toen je klein was, kon je nog niet eens kruipen. Toen ging je kruipen, toen ging je staan, lopen. Inmiddels kunnen jullie fietsen. Dus je wordt alsmaar beter. Heb je allemaal geleerd. Ze hebben allemaal je hersenen geleerd. Even stil, jongens. En zo geldt het ook voor alles wat je doet op school. Alles wat je doet met je hobby's. Alles wat je doet met je familie, met je vrienden. En ik dacht, er is misschien nog iets anders wat voor jullie heel belangrijk is. Wat jullie doen met je handen en je ogen. Waar jullie misschien wel liefst de hele dag mee bezig zijn. En wat hier nog niet bij staat? Gamen. En natuurlijk lekker op je telefoon zitten. Dus waarom? Waarom heb ik die zo groot gemaakt? Ja? Hier worden jullie wel enthousiast van, hè jongens? Van gamen en je telefoon, hè? Even stil nog, jongens. Dus waarom heb ik die zo groot gemaakt? Omdat die in je hersenen ook heel belangrijk zijn. Want jullie doen het veel. Ja? Nou, maar nu komt het. Wat gebeurt er nou als er iets is met de hersenen en er is een ziekte? Ja? Als we terugkijken naar het lampje. Stel je voor, er is iets met het draadje. Het draadje is kapot. Dan kun je wel op het knopje drukken, maar dan gaat die lamp niet meer aan. Ja? Oh. Goed zo. En hetzelfde geldt in de hersenen. Als er een ziekte is van de hersenen, dan zijn er draadjes bij die kapot gaan. Ja? En als je die draadjes dus wil gebruiken, dan doen ze niet meer wat jij wil. En dat is wat er gebeurt met de ziekte van de hersenen. Ja? En daarom is het zo mooi dat Theo is meegekomen om dat te laten zien. En nu heb ik een filmpje van Theo een paar jaar geleden. Ja? En dan moeten jullie goed opletten wat jullie zien. Je ziet dat bij Theo zijn haar een beetje in de war zit, maar dat hadden wij gedaan. Ja? Dat was onze schuld. Maar er valt iets op aan het bewegen. Ja? Moeten jullie eerst eens even heel goed kijken wat jullie opvalt. En nog even niks zeggen. Let op. Ja,
mag degene die denkt dat hij iets ziet, die mag zijn vinger opsteken. Ja? En degene die niet de beurt krijgt, moet nog even zijn mond houden. Hè? Wat zie jij? Zijn hand is aan het trillen. Hartstikke goed. Dat heb je helemaal goed gezien. En dat is ook precies het goede woord. Trillen. Dus wat Theo ook doet, zijn hand is de hele tijd aan het trillen. Maar dat doet hij niet expres. Dat doet die hand zelf. Dus die controle om de hand stil te houden, die is weg. Ja? En dat komt door de ziekte. Is er iemand in de zaal die iemand kent, die dat ook heeft? Mag ik jou vragen? Ja? Ja? Mijn vader. Sorry? Mijn vader. Jouw vader, ja. En weet je hoe het komt te trillen? Ja, hij is ziek. Ja, en heeft dat ook een naam? De naam is moeilijk, ja. Is er iemand anders die misschien weet wat de naam is van als je zo trilt? Helemaal achterin met de roze trui. Wat zeg jij? Parkinson. Nou, dat zeg jij heel erg goed. Dat zeg jij heel erg goed. En dan zeg ik even voor de goeie, er zijn heel veel oorzaken van trillen. En heel vaak is dat helemaal niet ernstig of ben je niet heel ziek. Dus dat kan van alles zijn. Hoeft niet een ernstige ziekte te zijn. Maar in dit geval is het inderdaad zo dat er sprake is van de ziekte van Parkinson bij Theo. Ja? Dus daardoor komt het trillen van de hand. Ja? En dan gaan we zo meteen aan Theo vragen wat dat dan doet met al die dingen die jullie allemaal al lang hebben geleerd en zelf kunnen. Maar eerst mogen jullie je hand opsteken als je een idee hebt welke van deze dingen er moeilijker gaan als je trilt. Wat denk jij? Autorijden. Theo, autorijden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Daar heb ik gelijk in. Want voordat Theo Parkinson had, reed jij gewoon auto. Ja. En toen begon het trillen. En wat is er toen gebeurd met het autorijden? Dat lukt niet meer. Want je kunt je stuur niet stil houden. Dus het gaat trillen en je hebt geen controle meer. Ja, dus als je zo trilt en je zit in de auto, dan gaat hij alle kanten op. Dus moest Theo stoppen met autorijden. Ja, dat is een heel goed voorbeeld. Heb jij nog een ander voorbeeld? Sporten. Ja, had jij een sport of een hobby, Theo, iets wat jij graag deed wat moeilijker werd? Wandelen. Wandelen. We gingen vaak wandelen, 20 kilometer, 15 kilometer. Dat ging niet, dat was te ver. Dus na 5 kilometer, dan moest ik uitvallen. Ja, dus dat was moeilijker. Wat ook een heel mooi voorbeeld is, Theo, is jouw werk. Kun je daar iets over vertellen? Ik ben dirigent. En dan kunnen jullie allemaal snappen dat dat niet meer gaat. Want als je het orkest of het koor vraagt om op te staan en je gaat dan dit doen, dat heeft natuurlijk geen effect meer. Mensen snappen niet wat er bedoeld moet worden. En ik moet stoppen met werken. Ja, dus de muzikanten wisten niet meer wat ze moesten doen als Theo aan het trillen was. Dus moest hij stoppen met werken als dirigent. Dus niet meer autorijden, hobby's niet, werk niet. Maar er staat nog meer op dit rijtje. Jij hebt ook nog een idee. De vragen komen straks. Maar aankleden en douchen was heel erg goed. Want dat kan ook lastig zijn. Theo, hoe ging het met aankleden en douchen bijvoorbeeld? Douchen, er moest altijd iemand bij zijn om je te wassen. Want ik kon mijn voeten niet wassen. Of mijn rug niet, of onder mijn armen. Ik kon me niet afdrogen. Daar moest ik iemand voor hebben. Ja. Iemand hebben die je onderbroek aan gaat doen. Je onderhemd. Je gewone kleren. En natuurlijk de knoopjes van je overhemd, die gaan ook niet dicht. Ja. Dat lukt niet, dat alles beweegt. En het is een klein dingetje, dus dat lukt niet. Nee. Dus eigenlijk alles wat jullie hebben geleerd, wat jullie allemaal kunnen, dat lukte niet meer, omdat er sprake was van het trillen. Nu mogen jullie even de armen omlaag, jongens, want de vragen komen straks. Want we willen nog even het grote geheim laten zien. Want als jullie hebben gezien dat Theo trilde op het filmpje van een paar jaar geleden, maar als je goed kijkt, dan zie je
dat hij nu niet trilt. Dus Theo heeft een groot geheim waarmee hij dat trillen kan controleren. Ja? En is het moment daar, Theo, om dat te laten zien? Ik zal mijn kastjes pakken voor je. Dit is het kastje. Daar gebeurt het mee. Dit is het grote geheim. Theo heeft dus een kastje, een soort afstandsbediening. Alsjeblieft. En daar zit een knopje op. En op dat knopje ga ik zo drukken en dan moeten jullie kijken wat er gebeurt. En dat stopt niet. Dat gaat heel de dag door. En heel de nacht. Want je kunt niet slapen. Je bent wel moe en je gaat van de bed. Maar het stopt niet. En na heel veel moeite val je in slaap. En dan word je in één keer wakker om 's nachts, want dan moet je naar de wc. En verdorie, daar is hij weer. En dan moet je weer proberen te gaan slapen. En dat lukt dan weer niet. Dus je bent erg moe als je 's ochtends opstaat. En dan begint het weer dat je moet douchen, daar word je ook weer moe van. Dus er is geen lol meer aan. En doordat hij nu dat dingetje, dat draadje, wat hij zo meteen jullie zal laten zien, ja, heeft ingebracht op een bepaalde plek, komt dat, is dat trillen tot stilstand gekomen. En kan ik weer wat gewoon leven. Zal ik hem weer aanzetten? Graag. Ja? De grote truc. Dus wat jullie zien, en ik ga het zo laten zien hoe dat werkt, maar wat jullie zien is hoe enorm Theo trilt. Dus dan had hij niet zelf kunnen douchen vanochtend, zichzelf kunnen aankleden en met de auto hier naartoe kunnen komen. Wat hij allemaal wel gedaan heeft. En dat kan dus alleen maar doordat hij dat knopje heeft. En hoe werkt dat nou met dat knopje? Nou, dat knopje, onder de huid zit een batterij. Hier. En die batterij, daar zit dus gewoon stroom in, hè? Net als met een lamp. En die is verbonden met een draadje, dat zit onder de huid, loopt dat zo achter het oor, zo boven op het hoofd. Ja? En dan gaat dat draadje door dat harde bot heen, waar Yvonne het over had. En dan moeten we even de camera verzetten, kan dat? Want dat draadje, het uiteinde daarvan heb ik hier in mijn hand. Dat gaat dus zo door de schedel heen. Kunnen jullie dat zien? Ja. En dat is heel dun draadje en dat gaat heel diep in de hersenen. Dus dat zit zo in de hersenen. En daar komt er stroom doorheen. Dus er gaat stroom heel diep de hersenen in. En ook al doen de hersenen het niet uit zichzelf, zijn de draadjes kapot, omdat er toch stroom van buiten komt, dan doen ze het weer. Dan gaan we terug naar de presentatie. En wat je dan dus ziet, als het draadje kapot is en de lamp doet het niet, dan kun je een nieuw draadje aanleggen en dan doet de lamp het weer wel. En zo is dat ook bij Theo, alleen dan is het dus de stroom uit de batterij onder de huid en het draadje wat in het hoofd zit. Ja? Dat is het grote geheim. Dus wat hebben we vandaag geleerd? Hersenen werken op stroom. Je kunt het zelf trainen en dan gaan de dingen beter. Maar als er een ziekte is, dan kunnen de draadjes, de verbindingen ook kapot gaan. En soms, niet altijd, soms kun je dan door stroom van buiten met een draadje in de hersenen te brengen, het weer wat verbeteren. Ja? Allerbelangrijkste jongens, je hersenen, je grootste vriend. Want als jij iets wilt, dan helpen ze jou om dat te bereiken. Dus lekker trainen die hersenen. En bedankt dat jullie er waren. Wauw, wat een bijzondere demonstratie. En wat bijzonder dat wij dit zo kunnen zien, hoe Ties en Theo dat doen.
We gaan beginnen met het vragenrondje. En dat werkt als volgt. Als je een vraag hebt, steek dan je hand omhoog. En dan komt er iemand... ik wijs dan iemand aan die een vraag kan stellen. En dan komt er iemand bij jullie langs met een microfoon. En we gaan vak voor vak. Dus dan we beginnen aan deze kant. Nou, hier is iemand heel enthousiast. Ik denk dat bijna niemand het weet, maar ik weet het wel, maar volgens mij is Parkinson zelfs dodelijk, toch? Dat Parkinson is niet een dodelijke ziekte. Dus dat wil zeggen, mensen die Parkinson hebben, worden net zo oud als mensen die dat niet hebben. Maar het geeft wel problemen met bewegen bijvoorbeeld. Dus bewegen wordt wel moeilijker, hebben jullie gezien, hè? Maar je gaat er gelukkig niet eerder dood aan. Goeie vraag van jou. Microfoon staat uit. Ik zit hier bij Jacob en die heeft een vraag voor Theo. Heeft hij dat al van zijn geboorte? 40ste. Dus meestal krijg je Parkinson als je ouder bent. Heel zelden als je 30 bent, maar 40 komt dan meer voor. 50 en oudere mensen van 60. Opa's en oma's, die kunnen het makkelijker krijgen. Ja, hier zo. Ik zit hier met Shiva en Shiva, je hebt een vraag. Shiva, sorry. Oké, ja, zeg jij maar. Shiva. Oké, wat is je vraag? Jij zei dat je... Oh ja, zijn er meer breinziektes? Ja, er zijn zeker meer breinziektes. Bijvoorbeeld mensen met epilepsie. Die kennen jullie misschien wel. Of mensen met hoofdpijn of migraine. Er zijn een heleboel breinziektes. Ja, sommige heel vervelend, andere gelukkig wat minder. En als je daar last van hebt, dan moet je naar de dokter. Hey, Brenda, en die heeft een vraag voor Ties. Hoe kun je eigenlijk zo'n hersenziekte krijgen? Ja, hele goede vraag, Brenda. Dat verschilt per hersenziekte. Maar als het gaat over Parkinson, dan weten we dat niet precies. Maar dat wordt nog uitgezocht. Dus er wordt onderzoek gedaan om dat beter te weten. Maar er wordt onder andere gedacht dat de gif wat ze gebruiken om de appeltjes en de peertjes mee te spuiten, zodat er geen insecten komen, dat niet goed is voor ons. Dus als mensen daar veel mee in contact komen, hebben ze meer kans op Parkinson. Maar dan hoef je het nog niet te krijgen. Dus er is nog meer wat er voor nodig is. Maar we weten het eigenlijk nog niet precies. Maar gezond eten is in ieder geval goed. Ik sta hier bij Fleur en die heeft een vraag voor de professor. Wat doen jullie hier allemaal? Ja, Floor, ik vind dat een heel goede vraag, weet je. Ik ga niet iedere dag zo naar werk. Ik zeg gewoon, dat doe ik alleen op echt bepaalde speciale en mooie momenten. Maar gewoon ga ik echt onderzoek doen. Dan gaan we voorbereiden. Laatste week was ik in Berlijn en daar heb ik in scholen onderzoek gedaan. We doen onderzoek doen. Ik ga ook lesgeven aan studenten. En ik ga zo'n beetje wat ik hier doe en presenteren. En heel veel onderzoek doen. Ja. Even kijken, jij hebt een vraag, hè? Wat is jouw naam? Dari. Oké, okay, en wat is je vraag? Mijn vraag is, als je gaat douchen, word je dan niet geëlektroneerd? En hoe ging het dan bij het schrijven? Hij vraagt, als je gaat douchen, word je dan niet geëlektrocuteerd?
Nee, dat word je niet. Alles zit onder de huid, hè? Je kunt het niet zien, je kunt het ook niet uitpakken. Het zit onder de huid. Dus ze hebben dat geopereerd en dan brengen ze dat aan onder de huid en dan maken ze dat weer netjes dicht. En dan komt er geen water bij. Ja, dus de schrijven komen we zo, maar het eerste wat jij zegt, is een hele goede vraag, want als water en stroom bij elkaar komen, dan gaat het fout, hè? Maar het zit onder de huid, wat Theo zegt, en de batterij en de stroomdraadjes, die zijn allemaal omringd met plastic. Net als het draadje van de lamp. Het draadje, daar zit ook plastic omheen. En dat is ook zo met dit wat hij onder de huid heeft. Dus hij wordt niet geëlektrocuteerd, ook niet als hij doucht, gelukkig. Hè? En dan had jij nog een vraag, hoe gaat het met schrijven? Ja, Theo, hoe gaat het met schrijven zonder en met dit apparaatje aan? Zonder begin je groot, met grote letters, en dan eindig je heel klein. Je handschrift is niet mooi gelijkmatig meer, maar wordt heel friemelig. Je kunt het ook op een duur niet meer lezen. Ik heb dan ook het idee van, goh, wat staat er? Je zag hoe hard dat ik schudde. Dan is het al niet moeilijk om je pen op papier te zetten, want dat lukt gewoon niet. En nu wel. Ja, je schrijven lukt niet als je zo trilt. Dat wordt geen mooi handschrift zoals jullie dat leren. Maar als het apparaat aanstaat, kan Theo net zo mooi schrijven als jullie. Dit is Pleun en die heeft een vraag voor Ties. Waarom heb je dat dingetje nog als je... Want je gaat dat dingetje toch niet uitzetten, want dan ga je toch weer gewoon zo trillen. Sorry, ik kon niet helemaal volgen. Het trillen, zei je, en wat... Want je gaat het apparaatje toch niet uitzetten, want dan gaat je toch weer trillen. Heel goed, ja. Ja. Dus dat apparaat uitzetten, dat deden we eigenlijk alleen maar om het aan jullie te laten zien. Hoe het is zonder en met het apparaat. Ja? Maar anders moet je hem zeker niet uitzetten, daar heb je helemaal gelijk in, want dat trillen is heel vervelend. Dus hij blijft lekker dag en nacht aanstaan. Toch Theo? Ja. Altijd. En als de batterij bijna leeg is... Dan laat hij dat weten en dan zetten we de snelle nieuwe in. Ja? Goed zo. Ik sta hier bij Fedde en die heeft een vraag voor Ties. Ja, heb je ook zelf mensen geopereerd aan hun hoofd voor dat draadje, zeg maar? Ja, kijk, dat doen we samen. Dus ik ben de neuroloog en wij staan bij de operatie om te kijken of het draadje op de goede plek is. En dan doen we samen met de neurochirurg. En die boort een gaatje en die stopt het draadje erin. Maar tijdens de operatie was Theo wakker. Ja? En terwijl hij wakker was, doen we dat draadje erin. En dan zien we natuurlijk het trillen. En dan zet ik de stroom aan. En als het trillen dan stopt, dan weten we dat het draadje op de goede plek zit. Ja? Dus dat is mijn rol. En de chirurg die stopt het draadje erin. Hele goede vraag. Oké, even kijken. Tycho is het, hè? Je hebt een vraag, hè? Er bestaat er ook zo'n ziekte genaamd Hashimoto. Hoe werkt dat dan? Hoe de ziekte Hashimoto werkt? Ja. Zo, hé. Dat is wel even een vraag van de bovenste plank. Ik denk dat te ingewikkeld is om hier uit te leggen. Maar als je wil, kunnen we zo nog wel even over hebben als iedereen klaar is... Als het afgelopen is. Maar ik weet daar ook niet alles van, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Dat kan wel. Oké, okay, goed zo. En die heeft een vraag voor de professor. Is hersenbloeding een beetje hetzelfde als dat andere? Ik weet niet hoe je dat noemt. Ga je het nog een keer zeggen? Ik zeg het nog een keer. Is hersenbloeding een beetje hetzelfde als Parkinson? Of
Nee. Ja. Ja, nee, dat is niet hetzelfde. Dat is een andere type of ziekte. Maar dat krijgen ook mensen als ze iets ouder worden, is dat, gebeurt dat ook vaker. Ja, maar dat is een andere ziekte. Precies. Ja. Ik heb hier nog een vraag van Jolie voor de professor. Hoe kun je praten en wat doen je hersens dan? Heb ik niet. Heb je dat, kan je dat nog een keer zeggen? Hoe kun je praten en wat doen je hersens dan? Als je gaat praten, wat de hersenen dan doet, hey, dat is een heel spannende vraag. Daarom, en dat is een beetje wat Thies had laten zien, dat zijn verschillende plekken in de hersenen en die moeten samenwerken. En er is een deeltje die is echt daarvoor verantwoordelijk dat we kunnen praten en een ander deeltje die daar ook mening toe geeft. Ik kan ook dingen zeggen die echt geen zin geven. Ik kan woordjes samenzetten, maar dat begrijpt dan niemand. Zo, er moeten verschillende plekken en de motoriek, dat ik mijn mond kan bewegen en die tong waar die naartoe gaat. Er zijn verschillende plekken in het hersenen, in het brein, die samen moeten werken, zodat wij elkaar kunnen verstaan. Dat is een heel goede vraag. Hidde, die heeft een vraag. Thies, Hidde. Hoe doen jullie dat apparaatje dan in zijn lijf? Dat apparaatje in het lijf, ja, dat is, dus zo ziet dat eruit, hè, batterijtje. En als je hier in de huid kun je met een mesje gewoon een sneetje maken, dan kun je onder de huid een batterijtje erin zetten. En dan moet je dat natuurlijk verbinden met dat draadje wat in het hoofd zit. Ja? En dat, dus dat is hoe we dat doen. En, en dan kun je dat weer dichtmaken, dus dichtnaaien. En dan wordt dat mooi genezen, heb je wel litteken. En als die dan na een tijdje weer leeg is, na iets van 3-4 jaar, dan kun je dat weer met het mesje weer openmaken. Haal je de batterij eruit, haal je even het draadje los, hè? Pak je nieuwe batterij, doe je die weer vast. En die gaat dan weer onder de huid en maak je het weer dicht. Dat heb jij, Theo, nu ook een paar keer meegemaakt, denk ik? Ja. Nou, jongens, dat was de laatste vraag, helaas. Zijn we door de tijd heen? Ja. Mag ik voor de laatste keer een heel groot applaus voor Yvonne, Thies en Theo? Ja, Yvonne, Thies en Theo, ontzettend bedankt voor dit interessante college.